Inspiratie nodig? Plan een adviesgesprek in. Bij Pronto Wonen. U vindt Pronto Wonen in Terborg en in Zutphen. Je bent er trots op, hè? Je hebt hem in je hand. Ja. Na zo'n week. Oprecht trots. Op die spelers. Op alle mensen eromheen. Maar vooral ook op onze supporters. Hè, die dit allemaal thuis moeten beleven. Die een loodzware periode meemaken. Allerlei teleurstellingen tussendoor. Waar de trainer ook last van heeft. En dan is het gewoon even goed dat we toch nog met elkaar. Hè, en vorig jaar was een geweldig feest na Jong AZ. Die thuiswedstrijd met die prachtige periode. Maar deze voelt ook lekker. Gewoon omdat we dit als club, als groep mensen, als familie gewoon even nodig hebben. Ja. Maar het ging niet van harte. Het was weer een zwaar bevochten. Blijf gezellig, ouwe reus. Ja, maar je moet ook kritisch blijven, toch? Kijk wat ik in mijn handen heb. Ja, je hebt hem zeker in je handen. Ik zeg niet dat het niet verdiend is, maar het ging niet makkelijk. Nee, en gelukkig maar. Want hier in IJmuiden, ik heb hier 2 jaar gewerkt. Wij hebben hier 2 keer gewonnen van de Graafschap. En dan praat ik even als Telstar trainer. Het is hier gewoon verdomde lastig om te winnen. Dus ik koester even het positieve gedeelte. Gewoon gewonnen. Ik zie heel veel trots. Trots en opluchting en een geweldige mentaliteit. Hè, met een paria bijna, Ralf Seuntjes, hè, maar zo zien wij hem niet. Hè, maar die een keuze heeft gemaakt voor het nieuwe seizoen. Maar die vandaag gewoon heeft laten zien dat hij uit goede hout gesneden is. Keihard gewerkt heeft. Met maar 1 doel, de Graafschap, de Eredivisie in te loodsen. Nou, ja, je zegt paria, doe je dan ook op wat je vanochtend aantrof op de club? Iedereen om mij heen. Niet alleen de supporters, maar heel veel mensen hadden heel veel moeite met de houding van Ralf. Ik ook een beetje. Hè? Maar ik weet hoe het in de voetballerij werkt. Ik heb dat wel vaker uitgelegd. Ook Branko van de Bomen zou me dit jaar gaan helpen om alsnog te promoveren. Ik kreeg een prachtige aanbieding uit Frankrijk en was vertrokken. En voor Ralf het precies hetzelfde. Dus gun hem die kans, maar gun hem ook alsjeblieft dat hij het kawaii goed afmaakt bij de Graafschap. Ik vertrouw erop, want deze jongen is echt een goede prof, maar die een wat slechte timing had gedurende deze week. Vergeef het hem alsjeblieft en dan gaat hij ons echt geweldig goed helpen nog. Ja, ik zag jou na het winnende doelpunt, was ik je even kwijt. Je stond bijna in de middencirkel, je had een omhelzing voor Seuntjes, ook gaf je hem. Ik merk nu uit je woorden dat het jou ook wel van alles heeft gedaan, hè, deze week. Tuurlijk, want Ralf had zich ook uitgesproken. Wilde ook graag met deze trainer de Eredivisie in. Zit in alle harten van supporters van de Graafschap. Maar als zo'n aanbieding voorbij komt, heb ik het even lastig. Moet ik even slikken. Hij heeft het me goed uitgelegd. Hè. Het gaat ook om de familie. Het gaat ook om allerlei dingen eromheen. Maar alsjeblieft, hè, laten we hem wel proberen in de goede richting te duwen. Want hij wil echt heel graag het kawaii op een goede manier afmaken. Ja. Kom ik heel even terug op de wedstrijd nog. Het leek een beetje, ja, in het slot te zitten. Telstar maakte het jullie het heel moeilijk. Op een gegeven moment ging je ingrijpen. Met wissels, iets andere tactiek. Met Seuntjes naar het middenveld, platje in de spits. Hoe lekker is het dat je dat kan doen? Ja, en een middenvelder wisselen voor nog eens een keer Handewie. Een middenvelder nog eens wisselen voor platje. Die dan, waardoor Ralf weer op het middenveld terecht kwam. Nou ja, wij hebben gewoon een mooie selectie en daar moeten we gebruik van maken. En we hebben het feestje met z'n allen gevierd, ook met een Joey Konings die even niet invalt vandaag, met een Opoku, met een Rick Dekker. Maar deze groep moet nu doorpakken, want ik zou enorm teleurgesteld zijn als we hier niet verder van profiteren. Ja. Gat naar Almere NAC blijft 4 punten en het gat naar Cambuur is ook 4 punten geworden. 4 is het heilige getal. Vind je het goed als het zo blijft aan het einde van de rit? Nog 10 wedstrijden? Nee. Ik vind dat wij ook naar boven moeten kijken. Hè? En ik zal daar maar weer allerlei kritiek op krijgen, maar wij moeten ook goed naar Cambuur blijven kijken. Deze club verdient het om ook naar boven te kijken. Niet alleen als een stel scheiters naar beneden, nee, naar boven kijken. Hè? Dit is wat deze groep moet proberen uit te dagen. En dan... Ja, dan zien we wel waar het schip strandt. Maar naar boven kijken, alsjeblieft. Als jij morgen vroeg wakker wordt, staat die dan op je nachtkastje? Nee joh, ik sta er nu als een lilletje rozenwater met dat ding in mijn hand. Maar ik knal hem dadelijk lekker richting Hofstede of wie dan ook, of Hans Martijn. Maar ik wou hem wel even laten zien. En voor de rest, ik vind het prima dadelijk.